De watersnoodramp van 1953 trof grote delen van Zeeland en kostte aan meer dan 1800 mensen het leven. Naar aanleiding van deze ramp kwam een deltaplan dat in 1986 in Zeeland werd voltooid met de afsluiting van de Oosterschelde. Ja, die storm die begon op de zaterdagavond. Want op die zaterdagavond waren we bij onze buren. Het was een verjaardag te vieren. En toen we naar huis liepen, rond een uur of 10, toen zagen we zo rond de boerderij zagen we allemaal dakpannen liggen. Die waren van het dak afgewaaid. En dat gebeurde niet vaak. En toen realiseerden we ons dat het behoorlijk stormde. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 woedde een zware noordwesterstorm die het water in de zeearmen van zuidwestelijk Nederland bleef opstuwen. Het gevolg? Veel hoger water dan normaal en het uitblijven van eb. Ja, we zagen dus een watergang die vlak bij onze boerderij in het Lage van Schouwen liep. En het water stond over de randen heen. En toen dachten we... Er is iets bijzonders aan de hand. En toen even later hoorden we van mijn vader, dat had hij van de buurman gehoord, van jongens, de dijk is doorgebroken, wegwezen. En mijn broer en ik, wij zijn er met z'n tweeën op een paard vandoor gegaan. Hoezeer het zuidwesten van ons land te lijden heeft gehad, blijkt uit deze landkaart waarop de door het water verzwolgen gebieden zwart zijn getekend. In Zeeland liepen Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland grotendeels onder water. Maar ook delen van Zuid- en Noord-Beveland, Walcheren en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen werden getroffen. Het water kwam bijna 80 centimeter hoger dan de hoogste waterstand bij de laatste watersnoodramp van 1906. En bijna 3 meter hoger dan gemiddeld. Ja, het leed dat je alles kwijt was. De boerderij, het huis, je vee, alles was weg. En toen kwamen ook al heel snel de berichten door dat er nogal wat mensen verdronken waren. En zeker als je dan dus hoort dat een buurman van der Bijl, die vlakbij je woont, verdronken is. Ja, dat doet je wat. Van de 1836 dodelijke slachtoffers vielen er 876 in Zeeland. De overige vielen op de Zuid-Hollandse eilanden en in West-Brabant. Duizenden dieren vonden de dood. En ook de materiële schade en de verwoesting van het landschap, met name landbouwgrond, was enorm. De totale schade werd geschat op 895 miljoen gulden. Nu ruim 400 miljoen euro. Na gigantische voorbereiding is het legioen der waterbouwers bij Ouwerkerk tot de beslissende aanval overgegaan. De tweede caisson die op deze dag gezonken wordt... Pas in de nacht van 6 op 7 november 1953, dus ruim 9 maanden later, werd bij Ouwerkerk het laatste dijkgat gedicht. De ramp schrok de Nederlandse regering wakker en amper 2 weken na de dramatische nacht stelde zij een Delta-commissie in om een volgende ramp te voorkomen. En zo kwam er het Delta-plan met de bekende lange rij aan Delta-werken. In Zeeland werd begin jaren 60 als eerste het Veerse gat afgesloten met de Zandkreekdam en de Veerse gatdam. Daarna volgden onder andere de Grevelingen en de Brouwersdam. Maar het meeste werk en het sluitstuk was de 8 kilometer lange Oosterscheldekering die in 1986 door koningin Beatrix werd geopend. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. Je hebt toch op een gegeven moment, als je zoiets ervaren hebt, je wordt bang voor het water. En die deltawerken hebben daar de veiligheid van dit gebied van Nederland enorm verbeterd. Dat hebben wij als heel positief ervaren. In de jaren voor de aanleg van de Oosterscheldekering werd wel een lange strijd gevoerd door natuur-, landbouw- en visserijorganisaties voor het openhouden van de Oosterschelde. Dit is deels gelukt. Door een waterdoorlatende kering kent de Oosterschelde nog steeds getijdenwerking.
Hoewel de deltawerken op sommige plekken toch tot ingrijpende ecologische veranderingen hebben geleid, tonen ze een staal van Nederlands waterstaatkundig vernuft en dienen ze tegenwoordig in het buitenland als voorbeeld van de strijd tegen het water. In Ouwerkerk is sinds 2001 het Watersnoodmuseum gevestigd, in de vier caissons waarmee het laatste dijkgat destijds werd gesloten. Hier wordt het verhaal van de watersnood 1953 uitgebreid verteld en herdacht.